Personen die op het punt staan een promotieonderzoek te gaan doen, ervaren verschillende uitdagingen. Deze uitdagingen zijn vaak de oorzaak waarom mensen er vanaf zien om een doctoraal titel te behalen. In dat kader heeft het Instituut voor Graduate Studies and Research, IGSR, van de Anton de Kom Universiteit van Suriname gisteren een lezing georganiseerd met als titel Promoveren, succesfactoren en valkuilen van een promotietraject. Daarbij haalde de inleider Marije Stolte, onderwijskundig adviseur aan de Universiteit van Utrecht, aan dat elk proefschrift een fase van crisis kent. Waarop we denken, is dit alles? Ben ik niet goed genoeg hiervoor? Ga ik het ooit wel afkrijgen? Dat soort vragen. Is het allemaal tijdverspilling? Ga ik wel iets nuttigs toedragen aan de wetenschap? Dus dat is ook normaal, overigens. En dan hebben we de optie om naar 4 te gaan. Het op te geven. Het lukt niet, laat maar. Maar met de juiste begeleiding onder andere. En de juiste andere helpende factoren om ons heen. Gaan we vaak juist naar informed optimism. Dus een beeld van nou, hè, het wordt niet zo geweldig als we hier helemaal in het begin dachten. Dat is oké. Dat is heel vaak zo. Maar het is wel mijn eerste stap in mijn wetenschappelijke carrière. Ik kan een paar mooie artikelen publiceren. En dat paper in Nature, dat komt daarna wel. Het is niet het einde als we ons proefschrift af hebben van een wetenschappelijke carrière. Het is juist pas het begin. Stolte gaf aan dat aan het begin van een promotietraject het heel duidelijk moet zijn wat er verwacht wordt van de promovendus, maar ook van de begeleider. Goede communicatie tussen elke schakel kan leiden tot het succes van zo'n promotieonderzoek. Goede afstemming, duidelijke eisen wat er van een promovendus, maar ook van een begeleider verwacht wordt. En ook goede communicatie. En niet alleen tussen dus de PhD en een promotor, maar ook binnen een promotieteam dat zij afstemmen en van tevoren ook afspraken maken van stel wij zijn het oneens, hoe lossen we dat dan op? Stolte geeft aan dat de Universiteit van Utrecht cursussen aan promovendi-begeleiders aanbiedt over supervisie, coaching, motivatie en feedback.